Jarras, grote wedstrijd staat op het programma vanavond. Jullie vieren al even een feestje straks hier in de Koningshof. Want het levert sowieso enorm bij de ondernemers, hè, begrijp ik. Ja, wij hebben dit aangekondigd bij ons in de businessclub, bij onze sponsoren. We hebben de uitnodiging eruit uitgestuurd. En ja, de aanmeldingen die bleven binnenkomen. We hebben hier met de partyservice gezeten en uitgegaan eerst van 300 personen met één zaal. Ja, toen moesten we gelijk alweer bijstellen om er twee zalen van te maken. En we zitten hier vanavond met 460 BCU-leden en genodigden. Ja, hoe verklaar je dat? Want we hebben in het verleden hier wel meerdere grote bekerwedstrijden gezien. Hè? Van Urk tegen Ajax, tegen Rode JC. Maar hoe plaats jij deze wedstrijd? Is dat van hetzelfde level? Nou ja, goed, het is natuurlijk wel een andere categorie als dat je Ajax loopt of Rode JC. Maar dit leeft ook enorm. Als je sowieso al tweede ronde KNVB. Nou, we zaten allemaal op die loting te wachten. We hoopten eigenlijk toch wel een eredivisieploeg. Maar ja, het is Katwijk geworden en niet getreurd. Hier maken we ook gewoon een groot feest van. En tweede ronde KNVB-beker, ja, dat is gewoon hartstikke top. En wat is het qua organisatie net zo'n grote wedstrijd als die voorgaande bekerwedstrijden die jullie gespeeld hebben? Nou, ik zei toevallig vanmorgen tegen iemand, ik zou blij zijn als het 11 uur is. Want je slaapt sowieso al wat minder. Je bent continu bij aan het organiseren. Ik ben de afgelopen 3 dagen nauwelijks op het bedrijf geweest. Dus het leeft enorm. En we willen dit gewoon hartstikke goed regelen. Maar dit leeft eigenlijk net zoals tegen Ajax. Hebben jullie de wedstrijd helemaal onder controle wat betreft de toestroom van supporters van Katwijk, supporters van Urk? Ja, ik denk het wel. Wij hebben na de loting en nadat wij in januari gestart zijn met de voorbereidingen, of december al, gelijk contact opgenomen met de gemeente, met de politie, gemeente Katwijk, politie van Katwijk, met de bestuur van Katwijk. We hebben gevarenanalyses gemaakt, we hebben gezegd wat onze angst was. En ik denk dat we dat goed onder controle hebben. Zij komen met alleen maar bussen. Zij houden ook goed de controle erop. En ik denk dat we dat goed in handen hebben nu. Want wat was jullie angst vooraf? Ja, je ziet wel eens wat beelden op social media voorbij gaan. En dan maak je je toch wel een beetje zorgen. We weten gewoon van vuurwerk mag niet. Maar ook vanuit het verleden, wat we in het verleden ook op Urk gemaakt hebben. We hebben toch wel vernomen dat ze best wel een vrij harde kern hebben. En daar maakten wij ons best wel zorgen om. En daar hebben wij in het bestuur best wel wat uurtjes over gebrainstormd. Van hoe gaan we dat handelen? Hoe proberen we dat in goede banen te leiden? En ik denk dat we daar goed uitgekomen zijn. Ze komen met aparte bussen aan op de Vormtweg, op de parkeerplaats van de Vormtweg. En daarna gaan ze begeleid het stadion in? Ja, ze komen aan hier op de Vormt. Daar worden ze al opgewacht, want de Vormtweg is helemaal afgesloten. Dus alleen de bussen die komen erop. Dan worden ze opgevangen op het parkeerterrein. Worden ze gelijk ook begeleid en neergezet. We hebben een aparte afdeling op het parkeerterrein gemaakt. Daar kunnen ze hun eigen snack kunnen ze daar kopen. Daar hebben ze een eigen biertent. Met frisdrank en alles erop en eraan. En dan kunnen ze de tribune op. Daar hebben we een apart vak voor ze. We moesten wel wat investeringen doen. Geblindeerde hekken was de maatregel. We hebben extra camera's op de tribune nu hangen. Maar die hebben we ook gewoon voor de toekomst. Dus dat was eigenlijk wel waar we nu wel blij mee zijn. Maar dat hebben we wel moeten doen door deze wedstrijd. En dat geeft jullie het gevoel dat het een mooie happening gaat worden? Zeker, zeker. Ik verwacht om 8 uur verwacht ik een volle bak. Met een volle BCU, een volle tribune en heel veel toeschouwers. We gaan het zien. Maar ik heb hoge verwachtingen. En wat gaat dit opleveren mocht Urk het inderdaad gaan redden, dat ze gewoon winnen van Katwijk? Ja, wat betekent dat voor de club? Nou ja, dan zit je bij de laatste 16 van Nederland. En dan is de kans groot dat je de topper pakt. We hebben het op alle voorgaande interviews die al gepasseerd zijn. Is Ajax uit, Feyenoord uit, is gesuggereerd. Maar laten we dat eerst maar eens zien. We moeten eerst deze vesting zien te nemen. En dan laten het wel op ons afkomen. Sowieso is het een enorme financiële meevaller, hè, mochten jullie een ronde verder komen. Ja, wat we nu al verdiend hebben, nu dat we zo ver gekomen zijn. Maar winnen wij vanavond, dan pakken we nog weer 40.000 euro erbij.
Met de mogelijkheid dat je misschien live op tv komt, wat ook weer volgens mij 13.500 euro is. Dus dat kunnen we als club goed gebruiken, want we hebben allemaal nieuwbouwplannen. Dus dat is een prachtige bijkomstigheid.